welkom bij Spakenburg Nu met vandaag te waterlating BU 33, cultureel café, week tegen kindermishandeling. Deze week is het de week tegen kindermishandeling. Helaas is de realiteit dat kindermishandeling overal, dus ook hier in het dorp, voorkomt. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd. Dat is gemiddeld 1 kind per klas. Om dit te veranderen is het belangrijk dat omstanders weten wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling. Emmy sprak met Rodi Koelewijn en Margriet van der Velde. Margriet en Rodi, fijn dat jullie hier zijn. Yes. De week tegen kindermishandeling, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is een week waarin centraal staat dat elk kind het recht heeft om veilig op te groeien. En dat er aandacht is voor het feit dat dat plaatsvindt in Nederland, in onze omgeving. Kindermishandeling. En daar willen we gehoor aan geven, zodat we zorgen dat elk kind veilig op kan groeien. Ja, en we hopen natuurlijk dat er wat meer alertheid komt onder burgers, maar ook onder de professionals. Ja, ja, het aantal kindermishandelingsslachtoffers is groot. Ja. Hoe is dat plaatselijk? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, want we hebben de cijfers van dit jaar bijvoorbeeld nog niet. Maar als je kijkt landelijk, dan ligt het rond de 120.000 op jaarbasis. Verschrikkelijk, ja. Dus dat komt neer op 3% van de kinderen. Dat is best veel. Ja, dat is veel. In elke klas 1 ongeveer, ja. Ja, ja, dat zegt nog meer, ja. Ja, en als je er dan van uitgaat dat het alleen de situaties zijn die bekend zijn, dus de situaties die achter de voordeur zijn, waarvan we nog niks weten, die zijn daarin nog niet meegenomen. Dus het kan ook achter een voordeur blijven dat niemand het doorheeft. Ja. Wat verschrikkelijk is dat, ja. Ja. Over welke vormen van kindermishandeling hebben we het nu? Ja, er zijn er meerdere. Je hebt de onderdelen als verwaarlozing, psychische verwaarlozing, lichamelijke verwaarlozing. En dan heb je nog de echte mishandeling. Fysiek, maar ook psychische mishandeling. Maar je kan je ook voorstellen als ouders elkaar fysiek slaan of elkaar geestelijk mishandelen. En kinderen zien dat ze daar ook heel erg onder lijden. Dus dat is ook nog een vorm van mishandeling. En dan heb je natuurlijk nog seksueel misbruik, wat ook een hele schadelijke vorm van mishandeling is. Afgrijselijk. Ja. Wat wordt er allemaal gedaan in dit kader? Nou, wat wordt er gedaan? Als je kijkt naar ons als professionals, zijn we natuurlijk altijd heel bewust, als we mensen zien en spreken, dat we signaal goed in kaart brengen en met mensen bespreken. Nou, zo'n week als dit, dat is dat professionals en burgers zich bewust worden wat hun rol is. Hè, en hoe belangrijk het is dat ze ook die rol pakken, dat ze kunnen signaleren, dat ze actie kunnen ondernemen. Voor de rest zijn wij vanuit de BOEI zijn wij anders functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Dus dat betekent ook dat wij daarvoor opgeleid zijn en ook onze collega's ondersteunen. Maar daarnaast ook de burgers kunnen ondersteunen als er vragen zijn rondom het stukje kindermishandeling en huiselijk geweld. Ja. Op welke signalen moet je letten als burger? Ja, kijk, dat is heel breed. Ik zeg altijd zo, goed je boerenverstand gebruiken ook. Hè. Wat is een normale opvoeding? Hoe loopt een kind erbij? Welke kleding heeft hij aan? Hoe zit het met eten? Welke eten krijgt hij mee naar school? Heeft hij school de kleding aan, wat ik al noemde? Maar ook als je iemand wat beter kent, een kind, van, wat zegt hij in zijn spel? Hè? Wat vertelt hij allemaal, hij of zij? Okay, en wat zijn dingen die opvallen? En we adviseren altijd van, als je nog een onderbuikgevoel hebt, hou eens wat signalen bij je. Van, dit viel me op de vorige keer. Of, dan maak ik me wat zorgen. Gewoon even opschrijven. Ja, dan zou ik de volgende keer misschien wat over door kunnen vragen. Hè? Als je het hebt over een kind of een jongere. Maar je kunt ook bijvoorbeeld hebben over een buur of ergens in de buurt. Dan zou je ook kunnen kijken, wat hoor ik dan en wat zie ik dan? Kan ik er misschien eens een keer een gesprek aan gaan? Niet per se over wat ik hoor, maar veel meer van, hoe is het nou met je als buur? Dat je een beetje inzicht krijgt in het leven van die ander. En je merkt vaak dat het is een gevoelig thema, het is een beetje een taboe, we houden het best wel snel van ons af. Kun je ook voorstellen. Tuurlijk, het is heel gevoelig, maar uiteindelijk uit de cijfers blijkt dat 75% van de mensen uiteindelijk ook hulp wil. Dus drie kwart, hè. Dus de mensen die schreeuwen van... Laat ik het maar daders noemen, die willen graag hulp. Ja, en het zit hem ook vaak in wat we noemen daders, maar vaak hebben zij juist een hulpvraag. En zijn ook slachtoffers. Ja, vaak ontstaat het door psychische, dat ze wat in de knel zitten, of dat ze overbelast zijn, of er is veel financiële stress, of ze weten daadwerkelijk niet hoe ze met wat lastiger gedrag van hun kind om moeten gaan. Of uit het verleden komt het soms ook al, of het zit inderdaad van dat zij
een opvoeding hebben gehad waarin zij net die liefde niet gekend hebben of hoe ze dat moeten tonen. Dus je ziet vaak wel dat juist die ouders zich zo schuldig voelen of zich heel erg ook in de knel voelen zitten en ze weten niet goed hoe ze eruit moeten komen. Dus dat maakt dat ze soms juist heel blij zijn als er een buurman is die wel eventjes zegt van hey, hoe gaat het? Of er uiteindelijk wel een hulpverlener bij mag komen. Dat zijn wel de mooie situaties als dat ook zo is. Ja. Dus in samenspraak met mensen van zal ik eens kijken of er hulp voor jullie is. Maar je kunt ook anoniem melden natuurlijk. Ja, maar hoe kun je het verschil maken? Want ik zit me voor te stellen, ik wil me toch ook niet bemoeien met iemand. Stel dat ik het fout heb. Ja, het is ook een heel lastige afweging. Hè? Wij zeggen, wat we vaak merken is dat mensen pas aan de bel trekken als het echt wel heel lang speelt. Om soms al jaren. En we zien vaak, als je er op tijd bij bent, kun je eigenlijk heel veel schade voorkomen. Ja. Zowel voor kind, maar ook voor de dader, zeg maar. Hè? Voor de ouders of wie de dader ook mag zijn. Maar wat ze kunnen doen is sowieso anoniem melden, dat is veilig thuis. Ja, daar kun je altijd naartoe bellen, 24/7 per dag. En dat is altijd anoniem. Dus dat betekent dat met jouw verhaal is nooit gekoppeld aan jouw naam. En daar kun je zelfs ook anoniem een melding maken. Dat betekent van oké, maar nu maak ik me zo zorgen, ik wil voor dit gezin of deze situatie een melding maken. En dan vragen ze ook die feiten. Dus ik zei net al het begin al van als je die feiten bijhoudt, dan kun je die ook melden. En vaak wordt de melding zo gedaan dat hij niet te herleiden is naar de persoon die gemeld heeft. Hè? Dus dat het wel bij algemene signalen blijft, maar wel feitelijk. En wat daar wel bij helpt, dus als je het dan hebt over wat kunnen burgers doen, hè, wat schrijf je nou op? Dan kun je bijvoorbeeld opschrijven wie hoor je? Hoor je de buurman, de buurvrouw, welk kindje hoor je nou? Wat zijn de geluiden wat je hoort? Dus het wie, het wat heb je gezien? En wanneer was het? Dus dat je door die W-vragen, ik noem het vaak de W-vragen, omdat wie, wat, waar, die maken, als je die beantwoordt, dat je informatie heel feitelijk is. En dat je dus ook heel goed terug kan geven op het moment dat je in overleg gaat met Veilig Thuis. Van, hey, ik heb dit gehoord. Dat kun je vaak dus ook al doen voordat je meldt. Dat je gewoon eens wat advies gaat vragen van, hey, ik zie dit dagelijks of ik hoor dit zo vaak. Wat moet ik er nou mee? Ja. Soms geven zij ook nog een tip over hoe je wel een gesprek kan aangaan met je buurman en je buurvrouw als je dat durft. Maar ook als je uiteindelijk daadwerkelijk tot de stap komt van melden, helpt die informatie wel, want je weet waar je het over hebt. En wordt er met iedere melding iets gedaan? Elke melding wordt serieus genomen. Ja. Dus met elke melding die gedaan wordt, wordt onderzocht wat de acties zijn. Ja. Dus het is niet zo van, je hoort wel eens, hè, er zijn twee meldingen nodig, dat is niet waar. Elke melding wordt serieus genomen. Alleen het is wel, ze gaan wel onderzoeken in hoeverre die melding ook gerechtvaardigd is. Want stel je voor, het is een gescheiden stel, hè, dat zou kunnen zijn, hè, die iets over de ex-partner heeft. Vechtscheiden. Nou ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk van, in hoeverre is deze informatie betrouwbaar. Maar er wordt altijd onderzoek gedaan in hoeverre de informatie ook betrouwbaar is. En als ik een melding doe, stel dat, dan wil ik ook graag op de hoogte gehouden worden een beetje. Wordt dat ook gedaan? Ja, dat is een ingewikkelde, want dan zit je echt wel met de privacy. Op het moment, stel, je zou iets melden over je buurman of buurvrouw, dan zeg je eigenlijk daarmee iets over hun situatie. Ja. Zij pakken dat op en zij onderzoeken hun situatie verder. Maar zij kunnen die gegevens met alles wat zij vinden niet zomaar weer met jou delen. Want dat is eigenlijk hun situatie, hun gezinssituatie, wat ook wel vraagt om privacy. En dat ze daar zorgvuldig mee omgaan. Maakt het wel heel lastig, want vaak zit je als buitenstaander met dat gevoel van, dit voelt heel naar, of je hebt je echt zorgen gemaakt. En dan zou je graag gerustgesteld willen worden. Ja. En dat kan eigenlijk alleen met toestemming weer van dat gezin zelf. Dus dan moeten ze en al weten dat jij die melding hebt gedaan. Dus dan spreek je al niet meer over een anonieme melding. Ja, dat moet je in eerste instantie al willen. En als je hem anoniem hebt gedaan, dan kunnen ze niet eens bepalen om het terug te koppelen. Dus dat is een moeilijke. Ja. Maar blijft het feit, hoe kun je verschil maken, noem dat nog een keertje, zodat mensen goed weten wat ze moeten doen als ze iets vermoeden. Nou, wat goed is om te weten is, heel veel mensen maken zich echt wel zorgen. En die voelen zich verantwoordelijk. En dan kun je een beetje gaan kiezen van, wat ga ik doen? Er zijn wel wat meerdere opties hier binnen het dorp. Je kan veilig thuis bellen om advies te vragen en mogelijk te melden. Als je een goede relatie hebt met je buurman, buurvrouw, kun je misschien ook gewoon eens die vraag stellen van, hey, hoe gaat het? Je kan zelfs als je durft zeggen, nee, ik heb dit en dat gezien. Maakt me een beetje zorgen. Kan ik wat voor je doen? Misschien kom je zo in een gesprek. Maar zorg wel dat je gesprek helpend is, hè? Niet beoordelend. Nee, want precies. Dat knappen mensen snel af. Ja. En vind je het nou echt heel ingewikkeld en het levert je veel stress op, dan kun je ook altijd je wel eventjes contact opnemen met de boei. Om vervolgens te kijken van, hey, kan daar iemand in meelopen? Om te kijken van, welke stappen kun je nemen?
het misschien gezamenlijk oppakken, zodat het iets minder moeilijk wordt en de spanningen wat vanaf gaat. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende opties. Ja. Ja. En naast de boei heb je ook nog het wijkteam, de Link, die staan natuurlijk nog iets dichter bij Veilig Thuis. Ja. Die krijgt ook als melding van Veilig Thuis, die ze ook rechtstreeks zelf oppakken. Dat doen wij dus niet. Dus ook bij het wijkteam kunnen mensen terecht om advies te vragen in deze. Ja. Maar Veilig Thuis is de officiële instantie die uiteindelijk echte stappen kan maken. En wij als de boei zijn daar vooral in, hè, wat je net aangaf, een stuk ondersteunen. Wij willen echt naast de mensen staan als er vragen zijn. Ja. Maar nogmaals, wij kunnen die melding niet maken. Dat moeten de mensen altijd zelf doen. Maar wij denken er graag in mee om mensen te ondersteunen en mee te kijken van wat kunnen we in deze. Ja. En we hopen dat ook bij een samenwerking met andere partners telkens meer te gaan doen. Dus voor 2020 komt er ook een aftrap. Dat is met allerlei verschillende organisaties hier uit het dorp. Om het over dit soort thema's te hebben. Nu, deze week gaat het vooral over kindermishandeling. Maar je hebt het natuurlijk ook bij ouderen en volwassenen. En we gaan eigenlijk kijken met elkaar van hoe kunnen we daarvoor zorgen dat Bunschoten-Spakenburg wat veiliger wordt. En die groep gaat heten Zorg Samen voor Veilig Bunschoten. Dus, dat mooi om mee af te sluiten. Ja. Ik wens jullie heel veel wijsheid. Ja, dank je wel. Maandag 18 november werd de gerestaureerde botter BU33 onder grote belangstelling te water gelaten. Een mooi moment, omdat de BU33 in mei plotseling zonk. Na de berging is er van alles opgeknapt aan deze botter. Het was een memorabel moment. De BU33 die gaan we vandaag te water laten. En dat gebeurt wel vaker hier op de helling, maar dit is wel iets heel bijzonders. Het schip is 115 jaar oud. En is ooit gebouwd als visserschip om ansjovis te gaan opvangen. Daarna is hij een paar keer verwisseld van eigenaar. En 61 jaar is hij in het zoute water geweest om paling, bot en alles naar boven te halen. In 65 is hij de recreatie ingegaan, net als vele andere schepen. En via verschillende eigenaren is hij het langst in handen geweest onder zorgzame handen van Piet van Helden. En tot voor kort hebben wij dit schip als stichting in eigendom. En zoals u alle ooit dit jaar gemerkt hebben, raar genoeg, op 4 mei is hij diep onder water gekomen. Op 5 mei is hij zorgzaam eigenlijk geredderd. En op 6 mei hebben we hem droog gekregen. En ja, op dat moment dan ga je een schip naar boven halen. En dat bleek toch wel iets meer aan de hand te zijn dan een klein lekje. Nou, het resultaat vandaag mag er zijn, want hij heeft een volledig nieuwe huid. En ik heb het nog even gevraagd aan de timmerman hier van de scheepswerf van hoeveel keer is zo'n schip nu in zijn leven voorzien van een hele nieuwe huid? Nou, de inschatting is dat het de derde keer is. Dus misschien is het ook wel de derde keer dat hij weer officieel te water wordt geladen. Burgemeester, ja. Welkom. Hallo. De microfoon. Zou ik even de eerste microfoon pakken voordat ik de waterlating ga organiseren? Samen met degene die daar verstand van hebben. Fijn om hier te zijn. Juist ook omdat we met z'n allen zo betrokken zijn bij het behoud van de museumhaven. En omdat we weten dat de museumhaven is niet iets van dingen. Dat is iets van mensen. Het is natuurlijk gaat om de werf, het gaat om de schepen, het gaat om het hele plaatje, de visafslag, alles wat je hier hebt. Maar als het dat niet bemenst wordt, als er geen mensen zijn die zich daar druk over maken, als er geen mensen zijn die zich erom bekommeren en zich ervoor inzetten, dan is het einde in zicht. En dat is eigenlijk de grote winst ook van de hele discussie rondom de museumhaven. Hoe kunnen we die zekeren voor de toekomst? Dat de stichting is opgericht, dat er allerlei middelen beschikbaar zijn gekomen, dat mensen zich inzetten om voor de opleiding. En ook, en dat is ook weer zo mooi, dat er weer een nieuwe tijd aanbreekt voor de BU33. En dat is denk ik dan ook toch wel een symbool. Je denkt dan eerst van het is afgelopen, het is klaar. Het schip heeft een lange
lange tijd gevaren. Het zat erop. En dat zag er ook zo uit toen het in de haven hier dacht van, nou, dat is het laatste. En toen ik opgroeide als jochie, zag je regelmatig dat soort schepen in de haven liggen. Waarom? De schippers hadden ook geen tijd ervoor. Ze hadden geen geld voor het onderhoud. Ze hadden ook eigenlijk geen geld om het havengeld te betalen. En ze moesten dan maar van het werk als ze op de fabriek verdienden, moesten ze iets aan de kant leggen om het schip te onderhouden. Vandaar dat veel vissers ervoor kozen, ex-schipvissers, om het schip dan maar in de recreatie te doen. Als ze er nog een appel en een ei voor konden krijgen. En dat was dus in die tijd dat je dus in langs de haven soms van die trieste schepen zag liggen. Weer van, ja, weer eentje met water en weer geen onderhoud. En dan, ja, soms dan ging die dan op Koninginnedag de haven uit naar de Bottenkerkhof. Ook met de vlammen in de zeilen. Zodat er weer een klein koninginnenfeestje was. Maar wat triest dat gebeurde met de schepen die nergens meer een toekomst leken te hebben. Dat die BU-33 vanuit die staat waarin die was, nu deze nieuwe huid heeft gekregen, is denk ik symbolisch voor wat we beogen met het, het in de vaart houden van de vloot en met het in de vaart houden van mensen die zich bekommeren om die vloot. Complimenten aan iedereen die deze tafel heeft ingezet, de Stichting Behoud Museumhaven en de mensen die hen welwillend hebben geholpen met middelen, vrijwilligers en met geld. Daar zijn we heel erg blij mee en dankbaar voor. En ik wens daarom ook dit schip samen met die hele museumhaven een heel mooi nieuw leven toe. Ja, daar ben je. Nou, daar gaat hij. Beetje kracht zetten. Ja. Nou, echt lange slagen, lange slagen. Vandaag zal in café Ootje Eppie op Eendijk het cultureel café gehouden worden. Het wordt een avond vol muziek, vertellingen, het Eendijks volkslied en filmpjes over vroeger en nu. Aanvang is 8 uur, ontvangst vanaf 7:30. Over filmpjes gesproken, één van die filmpjes zal gaan over de sluiting van de buurtsuper in 2003. Alvast een voorproefje. Lup, wat betekent dat nou voor je, deze allerlaatste dag? Ja, Emmy, het vervult me met gemengde gevoelens natuurlijk. Aan de ene kant denk je, hé, dat zit erop. En aan de andere kant denk je, wat nou, hè? Hoe moet ik nou verder? Ik heb dat 40 jaar gedaan, dus mijn lichaam en mijn geest, die weten bijna niet anders dan hier te zijn. Ja? En het is altijd iedere dag 12 uur was ik hier. 6:30 ben ik hier, 6:30 ga ik hier weg. Dus ja, dat zal dus best een hele verandering zijn, dat denk ik zeker. En voor de rest, ja, zal best een stuk droefenis meebrengen. Ik heb er tenminste al één nacht van wakker gelegen. Denkt u nog aan het najaarsconcert van Hosanna? Morgenavond om 8 uur in de Noorderkerk. Uitgevoerd worden Psalm 42 van de Mendelssohn en Messe Solennelle de Sint-Cécile van Charles Gounod. Kaartverkoop bij Luf en aan de kerk. Zaterdag is Sinterklaas met zijn Pieten aangekomen in Nederland. En wat was het een feest. Inmiddels zijn de opnames voor het Pieterjournaal van de Los ook alweer gemaakt. Een klein stukje. He, wat een hit, Piet, hè? Nou. Volgens mij ze even bedanken, hè? Want klop eens even mee, Piet. Nou, mevrouw Els, mag ik u heel hartelijk danken voor deze fijne rit in uw hele mooie auto. Ik vond het wel geweldig dat u zo vriendelijk was om ons even weg te brengen. Is dat ook, ik zag er een cadeautje, ook cadeaus in staan. Is dat dit jaar uw cadeauauto? Nou, nee, dat is niet zozeer alleen de cadeauauto. Maar ik vertelde al, het paard was wat grieperig. En het is altijd nog een hele tour om het allemaal weer voor elkaar te krijgen. Om de cadeaus bij de mensen en bij de kindertjes te kunnen krijgen. Ja, er zijn zoveel kindertjes in Bunschoten, Spakenburg, in Dijk en Zevenhuizen. En om daar allemaal op tijd te zijn en daar goed te doen, precies. Dat lijkt me ook een hele klus.
Dus vandaar dat. Het is me toch ook wat. Hè? Ik moet er toch even wat van zeggen, Diana. Dat ook doen, Sint. Dit kan toch niet. Moet je eens kijken, al die cadeaus van die kinderen. Zo over de straat. Piet. Misschien is het handig als je je kofferdeksel even dicht doet. Hè? En voorzichtig met die cadeaus, Piet. Hè? Dat is voor de kinderen. Ja, dat kan toch niet dit. Nou, ik heb er af en toe echt wat mee te stellen, Emmy. Of Diana, sorry. Ja, nee, ik snap het. De kluts kwijt. Het Pietersjournaal wordt op 30 november, 2, 3 en 4 december om 7 uur uitgezonden. Kijken, hè? Dit was Spakenburg Nu. Met vandaag te waterlating BU33, Cultureel Café, Week tegen kindermishandeling. Donderdag kunt u nog een keertje genieten van de intocht van Sinterklaas. En vrijdag Los Sportcafé. En zaterdag zal er weer Spakenburg Nu zijn. Nog een hele fijne dag.